Het is nu een troosteloze bende. Het speeltuintje vlakbij de Vondellaan in Utrecht. Ja, wat je hier ziet, hier liggen verschillende peuken van sigaretten. Je ziet wietzakjes liggen. En die liggen hier om de hoek en die liggen hier bovenop. Maar in de zomer wordt hier druk gespeeld door kinderen tussen de 0 en 5 jaar. Daar passen geen rokers bij. En dus is de buurt bezorgd. Nou, de zorg is dat vanaf augustus worden alle schoolpleinen rookvrij. En dan hebben wij het vermoeden dat de kinderen van die scholen dan hier gaan roken in deze speeltuin tussen de spelende jonge kinderen. Ja, en dat kan niet de bedoeling zijn van het rookvrije maken van schoolpleinen. Nu al is er overlast in het tuintje. Er worden niet alleen sigaretten gerookt, maar ook wiet. Op de Vondellaan zijn meerdere scholen, onder andere het Grafisch Lyceum en het ROC. Die laatste snapt de zorg van de wijk en dus volgt er actie. Wij zijn een gezonde school, dus we gaan onze studenten en medewerkers ook oproepen om te stoppen met roken, om te stimuleren dat ze stoppen met roken. En we gaan alle medewerkers erop wijzen dat ze de studenten moeten informeren dat de studenten in de wijk geen overlast verzorgen. En als er toch overlast is, zo laat de school weten, dan mogen de bewoners direct de conciërge van de school bellen. Maar het speeltuintje heeft niet alleen last van rokende jongeren. Het zijn niet alleen de scholen, want hier vlak naast staat het Trimbels Instituut. Dat is sinds kort ook rookvrij. En nu zie je dat de mensen die daar dan toch nog willen roken, dat voor de ingang van de speeltuin aan het doen zijn. Dat is gek. Maar ook pikant, want het Trimbels Instituut is nu juist het kenniscentrum over verslavingsproblematiek. Niets dan begrip dus van het Trimbos over de zorgen in de wijk. Ja, ik deel die zorg zeker. Ik vind het ook een ontzettend relevant signaal uit de buurt. Het is ook heel relevant omdat er in de komende tijd steeds meer plekken rookvrij gaan worden. Trimbos is dat nu een jaar en we zien dus uit eigen ervaring hoe lastig het is om te zorgen dat daar in de omgeving geen problemen door ontstaan. Het Trimbos had al een foldertje voor de eigen werknemers laten drukken om niet te roken bij het speeltuintje.